de situatie in Iran. Dank u wel, meneer Giannominato. Meneer De Mesmaker, 1 minuut. Dank u. Commissaris, collega's, kijkt u even mee. Dit is Ahmadreza Djalali, gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel. Een echtgenoot en een vader van twee die zich altijd heeft ingezet voor mens en wetenschap. Een foto, twee foto's van dezelfde man. Na 2 jaar in een Iraanse cel nauwelijks te herkennen, een schim van zichzelf en hij rekent op onze hulp. Uit angst voor economische represailles houden de Iraanse leiders Ahmadreza en andere Europese gedetineerden in leven. Maar hen vrijlaten zou deze leiders intern gezichtsverlies opleveren. En deze hypocrisie zorgt voor een uitzichtloze lijdensweg voor Ahmadreza en zijn familie. Als Europese Unie mogen we niet blind zijn voor deze duistere realiteit. Iran is en blijft een theocratie die flirt met het Westen, maar niet van plan is af te wijken van zijn dictatoriale koers. En de aspiratie van de EU naar stabiliteit mag ons niet de andere kant doen uitkijken als het over mensenrechten gaat. Ook niet in de nasleep van de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het nucleair akkoord. Ik roep alle Europese leiders op om bij elk overleg, elk contact met het land, de mishandeling van Europese gedetineerden scherp te veroordelen en hun vrijlating te vragen. Onorevole Rados, 1 minuut, prego. Meneer Rados, 1 minuut. Hartelijk dank, voorzitter. Commissaris, de situatie in verband met mensen met dubbele nationaliteit die vastzitten in de gevangenissen in Iran is een